Na 53.000 kilometer met de Nissan Leaf te hebben gereden en te zitten wachten op de Tesla Model S die ik over een maand of twee krijg, vind ik het hartstikke leuk om andere auto's te krijgen. En de Renault Zoe is een klein, cute elektrisch autootje wat gewoon echt hartstikke goed werkt. Een innovatie die ook een nadeel is. Als je kijkt hier, deze aansluiting, de mannekenstekker, er zit een hele goede charger in. Je kunt deze accu opladen in 1 uur of in 2 uur aan een gewone laadpaal. Nou, dat is hartstikke mooi. Nadeel is, de snelladers werken nog niet met de Zoe. Alle snelladers in Nederland zijn niet geschikt ervoor. Dat hopelijk aan het einde van het jaar gebeurt dat. En je kunt hem niet in een gewoon 220 volt stopcontact stoppen. Dat is echt waardeloos. Now, the innovation of this show is that you now can charge the Zoe with a 220 volt normal plug. And that was not possible and that's coming in 2014. Amazing, that's the real innovation. Dan, als je kijkt naar het uiterlijk, nou iedereen heeft daar maar zijn eigen oordeel, maar ik vind hem wel gewoon klein en charmant. Behalve deze, moet je kijken, dit, om de deur te openen, moet je dit doen. En weet je wat dit is? Dit is de vingerafdruk van de ontwerper. Even nog kijken naar de bagageruimte. Die is gewoon prima. Je kunt ook weer de stoelen opklappen. Hier begint het batterijenpack. Dus dat is een klein beetje. En voor de rest zit het onder de voorstoelen. Maar je blijft gewoon. Het is een klein autootje, maar je hebt gewoon voldoende ruimte. Aan de voorkant is alles gewoon techniek. Dus daar kun je niks aan doen. Gaan we even naar de binnenkant kijken. Je kunt de deuren openmaken als je de sleutel bij je hebt. Je kunt de deuren afsluiten als je de sleutel maar ergens in je zak hebt of in de tas. En het enige wat je hoeft te doen is op de knop te drukken, de startknop. En dan gaat hij aan. Dan heeft hij twee mooie schermen. Op zich één het scherm wat voor de bestuurder is. Waar gewoon staat hoeveel kilometer ik nog heb. Ik heb 80 kilometer. Hoeveel gordels er vastgemaakt zijn. Wat ook heel fijn is, is dat de navigatie is van TomTom. Dat is niet zo'n vreselijk autopakket. Heerlijk in gebruik. Je hebt hier ook services. En wat voor services zitten daar nou op? Je hebt daar navigatie, instellingen, dealer vinden. Maar je hebt ook Twitter, Google Agenda, e-mail, TomTom Places. Alles zit hier gewoon in. En er zit ook een app store in. Je kunt ook hier bij Metro, kan die voorlezen. Kan die de krant voorlezen in de voicemail. Zijn door droogte. Lelystad, A en B. De waterstand in de grote rivieren zijn door het aanhouden. Ik vind het gewoon best nuttig voorlezen van het nieuws. Het heeft gewoon wat. Het is weer eens wat anders dan BNR Nieuwsradio. Een van de dingen die echt gewoon ontzettend irritant was aan de Nissan Leaf, is dat de range, hoeveel kilometer je nog had, volledig onbetrouwbaar was. Hier zie je de 79 kilometer voorspelling. Die is hartstikke goed. Ook aardig is, onder de 20 kilometer per uur geeft dat ding een ontzettend geluid, waardoor elke voetganger je aan hoort komen. De range, heb ik gemerkt, is ongeveer effectief 130 kilometer. Als je rustig rijdt kun je 150 kilometer halen. Dat is meer dan met de Nissan Leaf. En de live view is beter bij de Nissan Leaf. Maar hier is alles zeg maar gewoon voor normale mensen. Die willen gewoon weten van, joh, hoeveel gebruik ik nou eigenlijk? Hoeveel kan ik met een kilowattuur rijden? En ze hebben hier wel slim gedaan om het hele gevoel van accuproblemen en wat weg te nemen. Je koopt gewoon voor 21.000 euro een auto en dan betaal je 100 euro per maand voor de accu. Nou, dat is gewoon een prima deal. Na een week rondgereden hebben in de Zoe vind ik het een sympathieke, aardige, praktische auto die met een goede range, 130 kilometer, prima te gebruiken is in Nederland. Het laden is wel gewoon inflexibel. Echte innovatie voor elektrisch rijden, praktische innovatie. Niet van die grote stappen, maar een heleboel kleine handige dingen. En ik vind het ook super dat TomTom er gewoon in zit, want dat maakt het leven digitaal ook een stuk prettiger. Dus Renault Zoe, goede job.